als je een tijdje onderweg bent, dan zit er soms een gat tussen je droom en de werkelijkheid. Ik zeg wel eens, mensen komen met een vraagstuk op links binnen, maar het speelt zich op rechts af. Inzicht veranderen, oogsten. Los eerst je belemmerende gedachten op voordat je aan de zaak gaat werken. Dus dat is anders kijken naar hetzelfde. Ik ben wel van mening dat je als coach op een gegeven moment weer overbodig moet zijn. Ivo, je bent niet zozeer een coach, maar een loods. Wat wil je? Ondernemen, managen of weer kleuterjuf zijn? Mensen geven gemiddeld 5000 euro bij mij uit. Je investeert 5000 euro en je rijdt met 3 miljoen euro bij mij de oprit af. En je wordt er heel gelukkig van. En dat vooral dat laatste, Ronnie. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op CVD2. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Bij mij te gast business coach Ivo Ouwerkerk. Ivo, van harte welkom. Als ik op jouw website kijk, dan dat viel mij meteen op en daar werd ik wel blij van eigenlijk. Daar stond er 100% no-nonsense, 0% zweverig. Is het echt 0% zweverig? Nou, ik zal liegen als het 0% zweverig is. Ja. Natuurlijk, als je in het vak van coaching zit, kom je natuurlijk ook wel te maken met onderwerpen die misschien door een ander als wat zweverig ervaren worden. Maar mijn coach aanpak zit vooral aan de no-nonsense kant. Wat doet een business coach? Nou, een business coach helpt ondernemers in het zetten van hun volgende stap in hun zakelijke of persoonlijke ontwikkeling. Jij zegt op je website, je doelgroep is de verstandige ondernemer. Ja. Wie is dat? Ja, de verstandige ondernemer is de ondernemer die zich laat helpen. Ik heb ervaren dat veel ondernemers toch lang gewacht hebben om, om een coach in te schakelen. En dat komt omdat ze nogal een ik-zelf-doe-syndroom best aanwezig is bij die ondernemer. Dat is ook de reden waarom ze zijn gaan ondernemen. Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom ze vooral in het begin van hun ondernemerschap ook erg succesvol zijn geworden. En eigenwijs en tegendraads en ik weet het zelf beter. En ja, als je een tijdje onderweg bent, dan zit er soms een gat tussen toch je droom en de werkelijkheid. En dan loopt ook de ondernemer, hoe succesvol die ook is aan de buitenkant, soms van binnen gewoon vast. Mm-hmm. En dan helpt, kan een coach je helpen om dat los te trekken. Want wat voor soorten ondernemers komen bij jou? Zijn dat ZZP'ers? Zijn dat echt directeuren van bedrijven of ondernemers die een eigen bedrijf hebben met personeel? Zijn dat de grote corporate-achtige? Zijn maar echt grote ondernemers? Het is het type ondernemer. Het is het ondernemer die al een tijd aan het ondernemen is. Dus die de eerste stappen van hun ondernemerschap wel doorlopen hebben. Ja. Het zijn zeker ondernemers die ook personeel in dienst zijn gaan nemen. Ooit alleen begonnen, de eerste, de tweede en uiteindelijk zitten ze op 40 medewerkers. Mm. Het zijn ondernemers die nu nog steeds hun dromen najagen. Maar toch in de loop van die route hier en daar wat blokkades ervaren, wat gedoe ervaren. En het zijn vooral ondernemers die niet in hun directe omgeving het eigen klankbord hebben. Soms zijn dat ondernemers die zeggen, ja, ik ervaar toch wel wat uitdagingen, wat dilemma's. Maar ik wil er toch niet de hele tijd met thuis mijn gezin mee lastigvallen of mijn partner mee lastigvallen. Het zijn ook wel eens ondernemers die dan in de loop der tijd een beetje van visie veranderen ten opzichte van hun compagnon. Dus niet meer helemaal met hun compagnon makkelijk over de toekomst van het bedrijf kunnen praten. Zonder dat er wat gevoel op de lijn zit. Ik zie heel veel dat na verloop van tijd, wanneer mensen samen ondernemen, dat er, althans de klant die bij mij komt, toch wel wat gedoe ervaart met zijn of haar compagnon. Frictie. Net zoals dat er in huwelijken wel eens gebeurt. Je ziet vaker je compagnon dan soms je eigen partner. Ja. Ik vind het gek. En je moet samen behoorlijke beslissingen nemen. Want wat zijn thema's die jij veel tegenkomt? Nou, ik zeg al wel eens zo dat alles is relaties. Dus de relatie met je bedrijf, de relatie die natuurlijk thuis is met je partner, de relatie met je kinderen, de relatie met je compagnon, de relatie met je personeel, je bezit, alles is relaties. Mm-hmm. En de kwaliteit van die relatie is de kwaliteit van de communicatie. En wat ik vaak zie is dat mensen die bij me komen, die lukt het niet altijd goed onder woorden te brengen of goed te duiden wat precies het issue is of precies waarvoor ze staan. Dus wat ik vaak tackle is bijvoorbeeld het herdefiniëren van hun visie of hun missie. Maar ook bepaalde communicatieve situaties die ondernemers gewoon lastig vinden. Een of andere medewerker die niet meeloopt of meegaat. Of een of andere vergadering die niet vlot getrokken wordt. Het zijn vaak situaties waarin
de ondernemer communicatief ontbreekt om het goed zijn punt te maken. Ik zeg wel eens, mensen komen met een vraagstuk op links binnen, maar het speelt zich op rechts af. Dus komt in. Nou, ik zeg, ik ga een voorbeeld geven. Ik heb wel eens, ik mag zijn naam best noemen, ik heb wel eens Gerrit bij mij gehad. Die zegt, Ivo, ik krijg wat kritiek van mijn mensen om me heen, dat ik niet duidelijk ben. Ik ben niet duidelijk. En mijn compagnon zegt het ook, je bent niet duidelijk. En waarvoor jij. Dus mensen snappen niet precies wat je wil. Uiteindelijk heeft hij zijn bedrijf verkocht. En waarom? Waar kom ik achter? Dat hij na 25 jaar ondernemerschap gewoon eigenlijk hartstikke duidelijk is. Alleen niet erover die duidelijk wil zijn. Namelijk dat hij gewoon iets anders wil. En dat hij niet meer wil samenwerken met zijn compagnon. En dat hij gewoon klaar is. En dat hij toe is aan iets anders. Dus je liep om de hete brei heen te draaien? Die liep om de hete brei heen te draaien. En dan ben jij er om dat te maken? Ja. Om hem dan dus, het was heel leuk. Ik ging met deze meneer een stuk wandelen bij mij in dat prachtige Weerribbengebied. En we komen terug bij mijn auto. En ik zeg, is dat probleem nou een kapot achterlampje? En dan moet je repareren, want oma Gent zegt, joh, maak dat lampje. Is de kras aan de zijkant van jou, van je rechterportier, heb je helemaal geen last van? Of is de lekke band, dat probleem wat jij nu beschrijft? En hij zegt, Ivan, dat zijn vier lekke banden. Daar kom je niet, ik zeg, daar kom je niet mee weg. Nee, ik zeg, daar kom je niet de A32 mee op. En toen zei die Ivo, ik heb er nooit hard op uitgesproken, maar ik ben er helemaal klaar mee. Nou, dat vind ik een heel mooi moment in mijn vak, dat ik eigenlijk tot de kern kom met iemand die, die worstelt met een probleem die niet in zijn directe omgeving bespreekbaar krijgt of kan maken. Nou, als ik er dan mag zijn voor iemand, dan vind ik fantastisch. Hoe ver ga jij met je verantwoordelijkheid? Want je raakt wel dingen aan. Ik kan me voorstellen dat door jouw advies, of door jouw coaching, dat er ook echt dingen veranderen. Nee, noem je net al een voorbeeld van. Heb je het ook wel eens mis? Dat is wel een goede vraag. Kijk, ik ben geen psycholoog. En dus ik ga me ook niet wagen aan iemand die met een probleem komt. En ik denk van ja, dat is niet aan mij. Ik heb wel eens een keer met iemand gehad die kampte met verslavingen. Dus als ik dan zou luisteren naar iemand die zei van ja, ik heb dan toch om te ontspannen dit en dit nodig. Toen dacht ik, ja, maar dit is geen terrein van mij. Dat heb ik ook gezegd. Dat is ook een traject wat we toen ook niet in die zin stop hebben gezet. Maar ik heb hem echt geadviseerd om op een ander gebied ook hulp te vragen. Dus ja, de verantwoordelijkheid stopt wel ergens. En jij had het over het wandelen in het bos. Je hebt duidelijke methodiek die jij hanteert. Ja. Methodiek, stijl waarin jij coach, vertel eens. Nou, ik gebruik de Ivo-methode. Inzicht veranderen, oogsten. Ik zeg altijd, als je iets anders wil oogsten dan je gewend bent, dan zul je ongetwijfeld iets moeten veranderen in je gedachtes, in je gedrag of in je acties. Maar het begint altijd met inzicht. Dus inzicht is bijvoorbeeld, waarom doe je wat je doet? Waarom ben je ooit begonnen? Waarom ben je bepaalde taal gebruikt, ben gek op taal, waarom je bepaalde woordkeuzes hebt. Als je dat niet van jezelf ziet, en vaak krijgt die ondernemer niet de feedback die ik hem geef. Simpelweg omdat hij op de zaak de baas is. En ik spiegel hem op hetgeen wat bijvoorbeeld zijn woordkeuze, of wat hij zegt, of wat hij continu repeteert, of hoe hij ergens op reageert. Ja, dat ziet men soms gewoon niet van zichzelf. De bekende blinde vlek. En dat begint met inzicht. En dan realiseert soms iemand zich niet hoe die vaak zijn eigen belemmerende gedachtes gebruikt om bepaalde zaken vlot te trekken. Ja, los eerst je belemmerende gedachtes op voordat je aan de zaak gaat werken. En dan komt verandering? En dan komt verandering. Dus dat is anders kijken naar hetzelfde. Dat is ander gedrag. Dat is ook vaak andere communicatie inzetten. Ja. Dus heel vaak is het natuurlijk niet de kwestie van stellen, maar vragen stellen. Luisteren, vraag nou eens door. Probeer er nou eens achter te komen wat de ander echt beweegt. Ja. Want de ondernemer weet het natuurlijk best altijd wel. Ja, en dan komt oogsten. Ik zeg altijd, oogsten is focus houden, niet te veel afleiding. Want resultaat is focus min afleiding. Resultaat is focus min afleiding, zeg ik altijd. Dus als je weet wat je afleiding is, dan weet je vaak of wat je focus is. Ja. Dus heel veel ondernemers laten zich toch te veel afleiden door hun omgeving of door controle te willen houden of door wat een ander van hem verwacht. Als je dat nou wat minder doet, je houdt wat meer focus, dan is vaak het resultaat beter dan dat je te veel afleiding hebt. Ik vind het leuk om zo'n wiskundesommetje te gebruiken om dingen bespreekbaar te maken, want daarmee kan ik ook vragen. Wat jij nu vertelt, is focus of is het afleiding? En dat weet men vaak best wel. De kunst is natuurlijk dan om focus te houden. Hey, en ga je altijd wandelen?
Ik vind wandelen een hele mooie vorm. Want je woont zeg maar, in een leuk, mooi gebied, zeg maar. Ja. Geen Randstad consultant ben je? Nee, ik zit niet in de Randstad. Nee. Voor de meeste mensen, als ik zeg ik zit vlak bij Giethoorn, dan zeggen ze, oh ja, daar ben ik wel eens geweest. Nou, in dat buitengebied woon ik. Ja. Dat is vlak achter het natuurpark De Wierribben. Daarin zeg ik, kom bij mij op de boerderij, doe een kopje koffie en dan pakken we mijn auto. En 7 minuten later staan we in een prachtig natuurpark. Wandelen is wel een vorm waarin ik vaak de mooiste gesprekken heb. Want je bent letterlijk in beweging. Ja. Soms even stil zijn is geen probleem. Je kan ook genieten gewoon van de omgeving. Ja. De natuur is een prachtige metafoor van het leven. Ja. Maar het is geen doel. Ik heb ook echt wel sessies waarin we de flip overpakken en dingen uittekenen. Ik heb ook coach sessies met compagnons. Dan met z'n drieën wandelen is een onhandige constructie. Ja, ja, ja. Dus dan gaan we echt zitten en de flip overpakken en dingen uitwerken en tekenen. Ja. Dus niet als doel, maar als heerlijk middel. Hoe lang zit er een einde aan zo'n coaching traject? Ja, ik vind wel dat. Ja, ik vind wel, ben wel van mening dat je als coach op een gegeven moment weer overbodig moet zijn. Mm. Laatst zei iemand iets moois tegen mij. Die zei: Ivo, je bent niet zozeer een coach, maar een loods. Dat vond ik grappig. En de loods. Die tijdelijk jou in de haven. Ja, die tijdelijk je eigen ergens naartoe loodst. En vaak die loods in die lastige situaties. En dat betekent dat ik heb echt klanten die zeggen: nou, dankjewel, het was een kop en de staart. Perfect. Meestal duurt een coach direct een half jaar. Ja. Maar ik heb ook al mensen die al 3 jaar bij me komen, maar niet iedere maand, maar 1 keer per kwartaal bijvoorbeeld, of 1 keer per half jaar. Dus even weer intunen, even fine-tunen. Ja, even APK'tje, eens eventjes een aantal dingen ventileren, ook wel met trots weer dingen teruggeven. Een van de woorden die je veel gebruikt, over woordkeuze gesproken, is het woordje helder, hè? Ja. Is het vaak troebel, zeg maar? Voor die ondernemer die in de zaak zit, is het vaak troebel om er niet goed achter te komen dat hij aan de zaak moet werken. Dus dan is het vaak. Kijk, ik zit nooit. I'm not emotionally involved, zegt de Engelse mooi. Ja. En dat maakt dat het voor mij een stuk sneller helder is waar iemand naartoe moet dan degene die erin zit. Ja. En een vis om zich heen ziet ook niet dat er water om zich heen zit. Zo spreekwoord, geloof ik. Ja. Ja, ik vind helderheid wel een mooi woord. Iemand zei tegen mij, you're a clarity guy. En dat was een mooi woord, hè, Engels. Dat clarity, dat helderheid geven. Met name om ook in taal die helderheid te geven. Zo, bijvoorbeeld, ik had laatst een meneer die zei tegen mij van, ik zit overwegend cursus management te gaan doen. Ik zei, nou, ik zeg, Henk, waarom? Ja, ik moet beter leiding geven. Ik zeg, Henk, waarom? Ja, dan hebben de mensen, halen mensen meer, dan gaan de resultaten beter. Hè? Hij kon allerlei argumenten aandragen waarom hij een cursus management moest doen. Zeg je, Henk, ben je ondernemer, manager of soms kleuterjuf? Ja, hij zei, ik ben een beetje kleuterjuf. Ik zeg, Henk, wat wil je? Ondernemen, manager of weer kleuterjuf zijn? Ik zeg, als je kleuterjuf wil zijn, ga je naar de PABO. Wil je manager, doe je MBA. Als je wil ondernemen, ga je ondernemen. Mm. Hij zei, ik wil ondernemen. Ik zeg, geen cursus. Ja. Nou, die helderheid, daar kan ik van genieten. Maar hoe lost hij zijn managementprobleem dan op? In dit geval gaat hij nu echt wel een keer de stap zetten om een operationeel directeur aan te nemen. Ja, ik zeg, Henk, heb je er geld voor? Ja. Ik zeg, doe het. Ja. Just do it. Ja, ja, ja. Natuurlijk is dat het pad van de goede vinden. Maar... Want waar haal jij je kennis vandaan? Ik moet ook scherp blijven. Dus ik heb ook een coach. Dit is niet de eerste die ik heb. Ik heb nu de tweede. Ik ga met de regel... oudere heren. Ja, ik ga naar Peter, 71, grijs haar. En dan lacht hij me af en toe uit op de uitspraak die ik doe. Ja. Oude wijze man. Kennis ook gewoon. Er is heel veel kennis beschikbaar via podcasts, via boeken, via vakgenoten. Dus ik mag wel heel graag gewoon ook de telefoon pakken en iemand anders opbellen. En simpelweg te vragen, hoe doe jij dat? Mm. En zo heb ik ook wel eens andere business coaches gewoon mee opgebeld. En gezegd van, zullen eens kennis maken? En uit dat kennismakingsgesprek haal ik ook weer wijsheden. Wat zijn belangrijke repeterende thema's, hè, problematieken die je terugkomt, waarvan je nu kan zeggen als andere ondernemers zitten te kijken, van nou, dit zijn wel dingen die ik veel aan de hand heb gehad en kijk er eens zo naar. Nou, ik blijf wel op mijn stokpaardje communicatie zitten. Het is toch wel, wat ik veel zie, is dat mensen nog niet altijd handig zijn in dezelfde boodschap een keer op een andere manier brengen. Dus bijvoorbeeld wat ik heel vaak zie, ja, maar ik ben toch duidelijk, ik heb het gezegd. Mm-hmm. Dat ze dat nou niet snappen. Nou, als zij het niet snappen, moet je ook even naar jezelf kijken, heb jij het goed uitgelegd? Ja. En dat zie ik wel vaak terugkomen. Dus die ondernemer weet best wel long term wat hij wil en waar hij naartoe wil.
Dus ik hoef niet zozeer te helpen met precies erachter te komen wat hij wil, maar veel meer in de executie van de middenhoekant. Ja. De pragmatische hoekant. Ja. Hey, en even een Hollandse vraag die ik ook nog eens moet stellen natuurlijk. Hè. Dat is, wat kost zo'n traject nou? Mensen geven gemiddeld 5000 euro bij mij uit. Oké, voor een traject. Ja. 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 Is te overzien toch? Als je als directeur-eigenaar erachter komt dat je door het nemen van de juiste beslissingen een bedrijf verkoopt. Ja. Je investeert 5000 euro en je rijdt met 3 miljoen euro bij mij de oprit af. En je wordt er heel gelukkig van. En dat vooral dat laatste, Ronnie. Dat vooral dat laatste is, je wordt daar dus heel gelukkig van. Als mensen dus inderdaad bepaalde keuzes nemen die ze anders niet genomen hadden, of bepaalde dilemma's weten te slechten, waar ik een bijdrage aan mag leveren, ja, dan is dat, vind ik, soms ook niet in geld uit te drukken. Nee. Hey, en tot slot, ben jij echt een regionale coach? Of haal je ze uit het hele land, zeg maar, je klanten? Het hele land. De verste komt uit Zeeland en de meest dichtbij zit op 10 minuten reisafstand. Ja, ik geloof er gewoon in dat je als ondernemer moet je een coach kiezen die bij je past. Ja. Waarbij je een klik hebt, waar je het vertrouwen in hebt. En soms is het juist lekker om een beetje een coach op afstand te hebben. Kom je niet tegen in de supermarkt. Kan je even een uurtje heen rijden en eens even goed nadenken. Wat wil ik bespreken? En dan afloop eens even rustig jezelf debrieven. Mag ik jou danken voor dit gesprek, Ivan. Jij ook. Heel veel succes met alle coaching trajecten die je nog gaat doen. Fijn, dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een ondernemersverhaal hier op CVD-TV. Heb je geluisterd naar de podcast? Ook dankjewel voor het luisteren. Hoi. We'll be right back.